Bij de laatste editie van Zaken Kampen, de laatste, was in ieder geval 20 seizoenen op. Het is de 91ste. Koen Heldenweg, het is vanavond de laatste keer Zakelijk Almelo. Wat betekent dat voor je? Ja, misschien dat ik me dat pas echt realiseer na vandaag. Het is de laatste editie van 20 jaar. Dus wat dat betreft wel heel bijzonder, zoals we heel veel bijzondere bijeenkomsten hebben gehad. Ja, het is gevoelig, het is jammer, maar er zijn redenen waarom we ermee stoppen. En wat zijn de voornaamste redenen? Nou, de voornaamste redenen is, zoals ik ook bij de vorige editie heb gezegd, een zekere metaalmoeheid bij een paar bestuurders. Plus we streven naar kwaliteit, maar het kost ook wel geld. Ja, en op een bepaald moment, zal ik heel grof zeggen, is het geld op. Ja. En wat maakte dat jij dat al die 20 jaar volgehouden hebt? En wat maakte het zo leuk, Zakelijk Almelo? Nou, om te beginnen, de mensen met wie je dat doet, met wie je dat organiseert. Dat is niet het meest belangrijk, maar heel belangrijk. Het meest belangrijk is dat elke keer weer zoveel mensen op afkomen die geïnteresseerd zijn in wat hier allemaal aan ondernemerschap en bedrijfsleven wemelt. Want zonder publiek, kan ik je wel vertellen, is het een hele saaie bedoeling. Daarvoor ook andere overheden, maar dat trok me. Zakelijk Almelo is vandaag hier voor het laatst. Wat doet dat met je? Dat is ontzettend jammer. Want zoals je kunt zien zijn er natuurlijk heel veel bedrijven hier aanwezig natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Ook in ieder geval aan te horen wat sprekers er zijn. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En als dat nou straks ophoudt, ja, dan is dat natuurlijk heel erg jammer. Want dat is natuurlijk wel na 20 jaar. Dus, En de sociale contacten, dat is toch ook heel belangrijk als je hier dan zo'n middagje bij elkaar bent? Daar gaat het natuurlijk wel om. Elkaar ontmoeten, verbinden, elkaar opzoeken, zaken doen. Natuurlijk is het een algemeenheid. Daar gaat het natuurlijk wel om. Ja, en hebben jullie er ook wel eens over nagedacht om binnen jullie eigen gelederen om toch weer een doorstart te geven aan Zakelijk Almelo? Het is wel heel toevallig dat u dat zegt. Maar het is wel bij de vorige keer, bij de laatste editie geweest. Ik geloof dat in... September was het. Is het er wel gesproken natuurlijk over van, moet dat dan hier ophouden? En toen zijn er een aantal toch wel opgestaan en die hebben gezegd van, ja, volgens mij mag dit gewoon niet stoppen. Dit moet gewoon een vervolg krijgen. En dan hoop ik dat hij goed houdt. Zeer gewaardeerde heer Heldenweg. Ga mij verstaan. Beste Koen. Om recht te doen aan jouw vele verdiensten voor Almelo en als passend eerbetoon voor het vele werk dat je voor de promotie van de door jou en mij zo geliefde stad hebt gedaan, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten jou de Almelo's trofee te kennen. Van harte gefeliciteerd. Bravo! Ik vind het heel bijzonder. Sorry.